Elke keer als u een mens ziet, of u zelf ziet, of een ander mens ziet, dan moet u begrijpen dat u eigenlijk een, een, een deel van God ziet. Want als mensen zijn gemaakt naar Gods beeld en Gods gelijkenis, dan heeft God iets van zichzelf gezet in elk mens. Mag ik het aan mijn horen? Dus dat is heel belangrijk dat wij dat verstaan. Ergens zegt uh, een van de Bijbelschrijvers dat. Uh, uh, met ons mond. Ik dacht dat Petrus vervloeken we mensen die gemaakt zijn naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis, waarvoor het niet nodig is. Elke keer dat je eigenlijk iets doet tegen mens, zonder dat je het weet, doe je het tegen God. En elke keer dat je iets doet voor een mens, zonder dat je het weet, doe je dat voor God. Jezus zegt uh, dat hij op de dag des oordeels zal zeggen uh, alles wat je gedaan hebt voor één van mijn minste broeders. Je hebt hem te eten gegeven. Je hebt hem bezocht in de gevangenis. Je hebt hem bezocht in de ziekenhuizen. Je, je hebt hem een kleding gegeven. Wat je ook hebt gedaan, heb je het voor mij gedaan. Maar het andere is wanneer je iets tegen iemand doet, heb je het eigenlijk ook tegen God gedaan. Amen. Dus daarom is het heel belangrijk in deze tijd dat wij een nieuwe, uh, hoe moet ik dat noemen? Een nieuwe acceptatie hebben van wie we zijn in God. We moeten gaan begrijpen dat we kinderen zijn van de levende God. Amen. Maar we moeten ook begrijpen dat de mensen die God nog niet geaccepteerd hebben. Als hun, als hun heiland en hun verlosser. Ook de beste kroon zijn van Gods schepping. Ze zijn gemang naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Hoe kan God, de, de duivel Gods het meest pijnigen? Wanneer hij iemand kan maken tot zwerver. Wanneer hij iemand kan maken tot drugsverslaagde. En je kan het simpel nemen voor jou als voorbeeld. Allallahu alayhi wa sana ngayoob tjing. want sana door ati. Hoeveel te meer God die gezegd heeft: Ik ben de vader. Hoeveel meer God die zegt: al heb je uw vader en uw moeder voor u verlaten. Ik zal u nooit verlaten. Dus daarom is het heel belangrijk voor ons. In deze tijd om meer en meer te gaan begrijpen dat wij als mensen, die grote, het grote gebod die God ons gegeven heeft, dat we elkaar moeten lief hebben. Gelijk onszelf meer en meer moeten gaan waarderen. We leven in de tijd in de 21ste eeuw, heb ik hier geschreven, dat er erg heel veel veranderd is. Zeker als we kijken naar moreel en ethiek. Ook dat de omschrijving van normen en waarden. Totaal verschillend zijn, zeer verschillend zijn. We zien ook wat we gezien we zien ook dat wat we als onkan moeten zien, dat in, in de laatste der dagen onkan zou het moeten zijn en abnormaal zou het nu zijn, maar bijna als normaal wordt gezien. Het wordt door de mensheid geaccepteerd. En men, men doet dat onder het mond van cultuur, men doet het onder het mond van mode. Of men doen onder de mond van liberalisatie. Ik ben een liberaal. Ik ben een vrije tijdsdenker. Dus wanneer we kijken naar dit soort dingen, moeten we gaan begrijpen meer en meer: dat God, als hij kijkt naar zijn kroon der schepping, dat praat ik even over mensen. Dan gaat het om broer. Eén, omdat die mensen beseffen wie ze zijn. Mensen beseffen zich niet wie ze zijn. Als je het vindt van normaal, van wang wang uit, wang Dot Baki, die je gewoon normaal, dan begrijp je niet hoe laag we gevallen zijn. Als je het als normaal ziet om iemand te vermoorden voor Furaz toe, dan kan je zien hoe laag de mensheid is vervallen. Amen. We weten ook dat er nu in deze tijd waar wij. Leven, uh, regeringen, bereid zijn om mensen op te offeren. En ook wat we nu horen, zijn er theorieën en, 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 en uh, hoe noemt men dat? Uh, men heeft een aantal uh, uh, complotten besmeden om de mensheid te verminderen. En men ziet het als normaal. En dat betekent dat. Wat Jezus Christus ons had gezegd, dat in de laatste der, der, der dagen zal de liefde verkillen. dat we dat steeds meer zien om ons heen. En wij zijn de kerk. En het gaat zo erg zelf dat we ook zien dat kerkmensen ook eigenlijk zich niet druk maken met andere kerkmensen en heeft zak in ji door zak in ji. Amen. En dat zijn geen goede dingen. Wij zijn de kerk van Jezus Christus. Wij moeten altijd, alle tijden. We kunnen met elkaar uh, 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 onze dingen hebben. Maar te alle tijden moeten wij elkaar beschermen. Wij elkaar hoog houden. Amen. Gewoon omdat wij het licht kennen. De Bijbel zegt: Gij zet het licht der wereld. Gij zet het zo der aarde. Matthäus 5, 13, 14. Dus. De mens begrijpt niet. Dat God. Zijn eigen regels heeft vanaf het begin van moraal en ethiek. En dat kun je vinden in de Bijbel. Dat kun je vinden eigenlijk, ook al zou je de Bijbel niet, nooit uh, uh, hebben gelezen. Als je kijkt hoe de natuur met zichzelf omgaat. Dan merk je bijna dat er altijd sprake is van liefde. En, 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 en evenwicht en... en en je ziet toch bepaalde zijn. De Bijbel zegt, als je kijkt naar Gods schepping, dan kan je zien dat God er is. En dat God door die schepping een aantal regels heeft gegeven aan de mensheid. Of aan zijn totale schepping. Want dieren weten precies tot hoe ver ze kunnen gaan. De Bijbel zegt dat de, de rivier weet tot ze, waar zijn ze grenzen zijn. En wij zijn intellectuele wezens. Dat wan taki, gadojo verstand. We kunnen cognitief denken. Dat wan hoe oo, oo, Dus wij zijn de kroon van Gods schepping. Wij zijn het enige schepsel dat God gemaakt heeft. Dat niet uh, de man taki, van de man precondition. Dat wan eigenlijk, alles wat ze doen, doen ze van instinctief. Wij zijn het enige schepsel dat God gemaakt heeft. Dat een vrije wil heeft. Dat zelf kan bepalen, dat kan nadenken. Een hond, als je een hond op een bepaalde manier uh, traint, dan ga je zien dat hij geconditioneerd is in zijn denken. Automatisch. Minafbar, uh, morgen uh, wenge kom of winner kom. Zolang hij naar Kapreti, dan maai je gewoon direct. Wat dus maar kan dit is, Akpreti, die loopt gewoon direct toe. Dat betekent dat je bent geconditioneerd in je denken. En dat gebeurt, dat gebeurt. Dat weten we, dat, 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 weten we, dat uh, militaire mensen trainen om een bepaalde uh, denkpatroon te hebben. En je ziet dat wat men nu probeert te doen, ons te brengen, dat we bijna slaven worden in deze tijd om een, een bepaalde manier te hebben van denken. En een van de doelen die men gebruikt in deze tijd is angst. Maar we moeten gaan begrijpen dat God u gemaakt heeft als kroon der schepping. En toen God u gemaakt heeft als kroon der schepping, heeft hij... Een aantal boeken voor u gezegd in de Bijbel. Ik noem een paar maar. Salmen, Spreuken, Prediker. Eerste brief van Johannes, tweede brief van Johannes. De Evangelie, noem maar op. En vrijwel die hele Bijbel gebruikt God om ons te wijzen dat het gaat bij hem om de relatie. schrijft het erger. Mens-God. Mens-God. Dat is de eerste relatie die God wil zien op aarde. Mens-God. Hoe is de relatie tussen jou en je God? Ik praat over de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft: Jehovah. Die zijn zoon Jezus Christus gezonden heeft om aan de kruis te sterven. Hoe zit die relatie tussen mens-God? De mens en God. En het tweede wat God zoekt is die relatie tussen mens-mens. Daarom is mijn etakie... Bij mij met dan libisman, ik zeg je bent getikt. Je begrijpt het niet. Je snapt het niet. Je kan niet zo ver gevallen zijn dat je een dier hoger gaat zetten dan een mens. Voor mij is dat onkan. Ik heb geen problemen dat je dieren wil beschermen, want dat is het derde punt waar ik zo meteen op kom. Maar je kan een dier nooit hoger zetten dan een mens. Als ik moet kiezen tussen een mens en een dier, dier, ja, heeft God. Mag je aan Amen horen? En de derde relatie die God in mindere mate wil hebben is de mens en de natuur. Want dat onderschatten wij ook. Maar God wil drie soorten relaties zien op aarde. Eerste de relatie tussen hem en u. Waarbij u hem aanbidt. Waarbij u gaat op uw knieën en aangeeft dat de Heer uw God is. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De Bijbel zegt, je zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstaan. En het tweede wat God zoekt. is de relatie, de relatie tussen u en ik. 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 Relatie mens en mens. Maar dan zie je een derde ding. die we niet zo nauw nemen. zeker in de eindtijd. Is de relatie tussen mens en natuur. In Genesis 1, 26, 27 zegt de Heer. En God zeiden. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Als ons gelijkenis op dat zij heersen over de vissen der zee. Over het gevogelte des hemels. En over de gehele aarde. En over het, al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Dus u hoeft zich niet druk te maken over uw mensbeeld. Uw mensbeeld is een Godsbeeld. Weinig mensen begrijpen. Uw mensbeeld moet zijn een Godsbeeld. Dat is niet nou zo langer dan gaat het niet zo langer. Wie, wie -ie, is niet voor Biggie, dan gaat het voor Biggie. Wie is niet voor Biggie, dan gaat het voor Biggie. Je hebt iets van God. Laat me u horen Zeg Ik heb iets van God. In afloop met mama, Sanif Gado. Amen. Dus dat is heel belangrijk. Dus we zien hier dat er sprake is dat God dezelfde kenmerken en eigenschappen bij de schepping gegeven heeft aan de mens die Hij zelf heeft, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Maar dan gaat hij verder, Hij geeft de mens ook autoriteit op aarde. Hij zegt dat mensen moeten heersen over het gevogelte des aarde en alles. Ergens in het Salom zegt hij, dacht ik, Psalm 116, 115, de hemel. En de hemelen zijn de Heeren. Maar de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Amen. En vers 28 zegt: En God zegende hen. Hetzelfde tekst, Genesis 1, 28. En zeide tot hen: Wees vruchtbaar. Word talrijk. Vervult de aarde en onderwerpt haar. Heers over de vissen der zee. En over de vogelten des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Met andere woorden: Yonabassi. Voor grond tapo. Amen. Hoe ga je dan een, een dier aanbidden? Terwijl de dier zich onderwerpen moet aan jou. Als je je positie niet kent, dan begrijp ik dat je bang kan zijn voor een slang of een, 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 een dingen. Maar laat me u zeggen, die slang is, is nog banger dan voor u. Die weet na een bepaalde tijd dat ik afval aan, je zoet een kiri. Jij weet dat je die autoriteit hebt. Dus we moeten meer en meer gaan begrijpen wat onze positie is. En als we dat begrijpen, is het makkelijk om het thema waarover ik wil praten vandaag te begrijpen. Gods levenslessen. Voor de mensheid. Gods levenslessen voor de mensheid. De Bijbel zegt in Genesis 2, 15, 17. Dat de Heere God de mens nam, hem in de hof van Ede plaatste om die te bewerken en te bewaren. Hier zie je die relatie die God wil hebben tussen de mens en de natuur. Je moet die natuur bewerken, dat wil zeggen you have to develop him, maar je moet op te tegelijkertijd ook bewaren. En God heeft de mens gezet op zijn, in zijn eigen tuin eerst, Hof van Eden. En wanneer hij ze uit die tuin wegjaagt, geeft hij ze dezelfde opdracht. Om die aarde te gaan vermenigvuldigen, te gaan bewerken en ook te bewaren. Met andere woorden, de relatie tussen de mens en de natuur moet een evenwicht zijn. Zie die rotzooi die we daar hebben in het binnenland nu? Dat men gewoon alles daar vernietigt met uh, kwik. Voor de goudwinning. En al die geweldige reservaten die we daar hebben, natuurreservaten. en de dingen die God ons gegeven heeft, om zelfzuchtigheid vernietigen. En dat is gaande in die hele wereld, niet alleen in Suriname. Die mens neemt zijn verantwoordelijkheid niet op. voor de relatie die God gegeven heeft aan die mens en die natuur. Je kan geen bomen toepak draaien omhakken. Zoals dat nu geboord of, of, of toestemming geven dat die dingen verbrand worden in de Amazone. Die hele natuur breng je in onevenwicht. En het is niet een gebod van mensen, het is een gebod van God die hij gegeven heeft aan de mensen. Om die aarde te bewerken. Dus dat betekent, je moet hem ontwikkelen. Je mag gebruik maken ervan, maar je moet het ook bewaren. Mijn zuster zegt zo mooi, je moet hem managen. Je moet een goede rentmeester zijn. En we waren ergens verleden we spraken over rentmeesterschap. En het kwam erop neer: het ging een beetje over politiek. Isabi Apostel Dina Sanno. Maar het ging erop neer dat wanneer je in feite, in welke positie dan ook. ben je eigenlijk een, een president, een, een, een kerkleider, een, 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 een uh, familie. Uh, hoofd, dus het kan zijn dan moeder man of vrouw, maar in feite God geeft je rentmeesterschap over een aantal mensen. En als we praten over bijvoorbeeld een land, dat betekent dat jij dat land goed moet bewerken en bewaren. Met andere woorden, jij bent manager van het land. Totaal Suriname. Elke president is manager van het land. Heeft een heeft een heeft een heeft een eigenlijk een hoe noemt men dat een verplichting naar die mensheid en ook die natuur. Dus hier kan ik dan meegaan met mensen die zeggen we moeten de dieren beschermen. Begrijp je? Want om, om de natuur en, 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 en de dieren, want de natuur zijn zowel bomen als dieren, noem maar om te beschermen, moet je goede managers hebben. Met andere woorden, goede leiders. Mensen die, die ervoor kunnen zorgen dat alles in balans is. En dat men niet één, één groep mensen rijk wordt en een andere groep mensen vernietigd wordt. Je gaat alles in, in moeten balanceren. Zelfde in kerken. Dat je geen voortrekkerij hebt in kerken. Maar dat alles in balans is omdat je in feite door God wordt aangesteld wanneer je leider bent als een rentmeester. In een organisatie, in een land, in een kerk, maar ook in die familie. Als je trekt voor. Of je bij oom of je op je kar. Je bent dom. Dan moet je in dit like Om Omdat je niet dat je niet wil. Wat voor een meester ben je? En dat kind voelt zich dan afgewezen. En dan heb je heel wat. Uh, 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 Hoe noem men dat? Uh, psychologische dingen die ontstaan. Amen. Dus wij moeten dat gaan begrijpen. De basis voor de mens is dat wij van God moeten houden. Gods liefde en sleffe. We moeten van ons medemens houden. En met Tegi loopt God ook nou naar een belangrijk zin. Maar loopt je medemens ondanks? Ben je niet maar hiep, 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 hoe hiep, 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 ja, toch hoe red dat idee is, maar hoe nee dat. Ja, toch? Wie zit hier? Want misschien kan ik bij u op les komen. En voor u is het makkelijk om voor alle mensen te houden. Kom luk op een idee. Dan kan ik levenslessen naar jou. aan het makkelijk zo. Maar je ziet, God geeft ons dat mee als gebod. Maar hij geeft ons ook als derde punt. Dat waar hij ons plaatst in de omgeving, dat we daar goed moeten bewerken en bewaren. In een kapuan dat jari ziet eruit. Wie is hier een joring? In een kapuan osso, dat is mijn vredeskoei nu osso. Is ook een plaats waar je moet bewerken en bewaren. Amen. Smanu kaka kerk die toilet dotti. Ja toch? Alles aan overal hebben we. Een taak van God. Amen. Mag ik een Amen? Misschien dat we dat me, Maar we mis wel. We bereken elkaar dat man. Die zou niet Maar ik geef u de levenslessen van God. Dit is de basis voor de mens. Na de zondeval zie je dat God direct, heel direct, met Mozes wetten maakt. We noemen ze de tien geboden. Iedereen kent ze. We kunnen ze even snel lezen, Exodus 20 vers 2 tot 17. Dan zie je dat God altijd wil hebben dat je rekening moet houden met je medemens. Rekening met hem en met je medemens. En hier ga je het zo mooi zien. Je gaat misschien het gedeelte van de natuur niet zien, maar als je Leviticus gaat lezen en andere uh, teksten, dan zie je ook dat God zegt dat je bepaalde dingen niet mag doen. Hij zegt, ik ben de Heer. Ik lees Exodus 20 vers 2. Tot en met 17. Ik zal beginnen. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land van Egypte, uit de dienstheid geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, eerste gebod. Gij zult u geen gesneden deel maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. Die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en een vierde geslacht. Van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe ik aan duizenden van hen. Die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Dus u ziet, het eerste gebod van God hier is simpel. Ik moet nummer één zijn. Je ziet die relatie van mens en God. En moreel, ethiek is veranderd nu. Vrijheid, dus je ziet Allah's maïk aan Maar wanneer we kijken naar de basis, dan zegt God: Ik ben de Heer, uw God. Gij zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. Dan gaat hij door en hij zegt: Want ik, de Heer, ben een naijverige God. Elke keer dat wanneer iemand een andere God dient dan de God van Israël, de God Yahweh, wordt God heel erg jaloers. Waarom? Omdat God de persoon gemaakt heeft. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. na mijn bedoeling. Naar mijn maken. Een motto uit mij. Dat vaak al op stief Steve Pamoro mij. Hallo. Vooral met mijn zorgen. En mijn zitting. En zoals ik ga doen. Ik ga je ademen. Ik ga je tegenblijven. Ik klare. Halleluja. Hey, Zoals ik ga doen. Ik ga je ademen. Maar ik je. Jij ik je hart niet deed. Zoals ik je hart niet deed. Want bij mij betekent de als de Heer zijn hand weggaat, ben je direct dood. Hoe, hoe, hoe kijkt God niet naar u? Amen. Verder zegt hij, gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Amen. Dan praat hij over gedenkte sabbatdag. Dat gij die heilen. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag zult de sabbat van de Heer, uw God, zijn. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw diersknecht, nog uw dienstma, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde die. Dit is een hele discussie. Zoals maar vindt omhoor sabbat. Terwijl Jezus gezegd, ik ben heer en meester van sabbat. Wat God eigenlijk bedoelt is dat wij als mensen... tenminste van die zeven dagen... één dag moeten geven aan hem. En je moet kijken, God heeft een bepaalde principe. Wij noemen dat goddelijke principe. Ik noem dat ook goddelijke levenslessen. Als je een loon krijgt, wat wil God hebben? Een deel, een tiende. Als je nu neemt een, een tiende... Of een offer. Hij wil altijd hebben dat je hem eerst. De Bijbel zegt: vereer de Heer, eerst met al uw rijkdom. En dan zal hij u zegenen. God wil in alles nummer 1 zijn. Dus God wil ook hebben dat je niet zeven dagen gaat werken. Dat niet is one day in a keer ing. In die zeven dagen moet je God iets geven. Amen. En wij, wij praten dan op dag- of weekniveau. Maar ook op, op weekniveau, de dus zeven dagen weekniveau. Maar ook dagelijks. Wil God ook hebben dat je hem tenminste een kwartier, een tien minuut. Wij zeggen als kinderen van God, geef hem tenminste een uur per dag. Lees die Bijbel wat af, juro, je wat juro. Amen. Amen. En als je een man beg je, lees die Bijbel wat juro. En je zing je afjuren. Even een man doet dat. Je maakt een station. Zodat sa er gado, Dan zie je dat je er niet in gaat. In plaats van... Real Madrid en Juventus. Ik praat over mezelf. Heer D. Maar dat Heer D. Ligt nou een no de Bijbel. Amen. Of laat me die Barcelona mannen zijn so, blij laten maken. Of je ziet van Barcelona. Winnen we geluk. 1-0 is dit dan gaat hij verder, hij zegt eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land des heren, in het land dat de heren uw God, u geven zal is heel belangrijk, amen mijn maat 75 jaar verleden dus mijn zin is 75 roze jing, amen eer uw vader en uw moeder en ik heb een foto van mijn vader ik heb een foto die mijn maat een dat mijn pot in misani. Amen. Omdat ik er wil gedenken. Je kan het zo zoals ze nu is, maar ik wil er gedenken in de bloei van een leven. Amen. Prijs God. Dus eerd uw vader en uw moeder. Het is het enige gebod waar de Bijbel zegt: opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven gaat. Amen. En dan zijn er een aantal geboden nog die ik snel ga, ga lezen voor u. Lees dat met mij. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Toe jij in een je me. Ja, toch? Amen. Mensen, dat is de realiteit. Suriname heeft te veel intellectuele dieven. En we moeten bidden. We moeten bidden. Tegenwoordig intellectuele criminelen. Witteborg criminelen. Dat allemaal morgen hebben we aan begaan. Dus we moeten bidden. Dat zeker. Ik geloof in dat ding. Kade poti, kade Romeinen praat daarover. Romeinen 13. De Bijbel zegt: gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren, uw naaste huis. Gij zult niet begeren, uw naaste vrouw nog ontheim gehad door naast naaste vrouw naaste vrouw nog zijn dienstknecht nog zijn dienstmacht. nog zijn run nog zijn ezel nog iets dat van uw naaste is amen dus de hele westerse wetten die we nu hebben is ontstaan uit de moederwetten van de Bijbel alle wetten grondwetten vrijwel misschien niet van de communisten maar zeker van de westerse wereld, hebben ze die moederwetten genomen uit de Bijbel. Ze hebben Gods levenswetten gebruikt tot een bepaalde tijd. Maar nu zie je dat men alles aan doet om hun eigen wetten te maken. En ik kan zeggen: tegen je overlaten God gaat de wet dan leven je die Dat is aan ons Als mens, als persoon, maar ook als land en ook als gezin. Probeer die levenswetten van God te houden. Ik wil toch voordat we naar huis gaan, vandaag met u kijken, en u mag hem thuis lezen, ik kan niet alles kunnen doen, maar ik wil met u kijken naar Spreuken 24. En Spreuken 24, daar heeft een aantal liefdesluiten en met bouwen op committee, Spreuken 24, maar die belieftes aan die dacht: wauw, dit zijn dingen die dagelijks gebeuren. En dingen waarmee we in de 21ste eeuw zoveel geconfronteerd worden. Dat wij, dat wij het vaak vergeten. Spreuken 24.1 zegt. Wees niet afgunstig. Op boos En begeer niet. Met hen te verkeren. Want hun hart bedenkt onderdrukking. Hun lippen spreken onheil. Ga met mij naar Spreuken 23.6 tot 8. Laat me een referentietekst voor je zoeken. Want tekst Sanjers en Ptjizo. Maar het komt op hetzelfde neer. Dat mensen in deze tijd graag willen gaan zitten... ...met mensen die rijk zijn, mensen zijn mikking. Maar misschien zijn ze booswichten in hun hart. De Bijbel zegt, eet niet het brood... ...van wie boos van oog is. Begeer zijn lekkernijen niet. Want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij... Eet en drink zegt hij tot u. Maar zijn hart is niet met u. De beten die gij gegeten hebt zult gij uitspuwen. En uw vriendelijke woorden hebt gij verspild. Want terwijl jij niet aan mij denk Ik van aan John's rol. In de politiek zien we dat veel. Maar tegenwoordig ook in de kerk. Tegenwoordig bijna kan je zeggen. Overal op die maatschappelijke ladders. Je is doen. Je taka toorang asma, kadeen jansrevi. Onder wat mooi spaghetti. Je toch of wat mooi roti. Of wat mooi bruine bonen. Je djatorang asma, iberekenatorie cover namang. Tamarana na seman dat i. De Bijbel zegt, ze zijn boos in hun hart. Boos in hun bedenkenen. Het hele dag, de hele dag wat ze doen, zijn onheil. Die ze bedenken. En laat me je een, een praktische geven. Even ons maar aan uw positie, bijvoorbeeld. Dat je lukt aan fasie voor een Of een oh, charietje voor een sanni. Hij tak ma, vijf dingen bijvoorbeeld, broeder Steven, die hoort naar de kerk. Vijf dingen. En hij stelt aan. Dat Jusannes sap dat nou een boze bedenking als dondrape. Dat je gaat naar een sroebo. Dat hij is door in een vergadering. Dat broeder Steven erbij toe. Dat hij man mannen jubelde. Dat hij Jij nu. <laughs> in een maastree. Dus, dus wees voorzichtig. De Bijbel zegt: Zoals een mens denkt in zijn hart. Zo is het. En dat staat niet geschreven op iemands voorhoofd. Daarom heb ik u gezegd: Hou van God. Hou van mensen. Maar verwacht niet dat mensen u nooit zullen beschamen of nooit zullen verraden, want ik sta versteld in wat ik gez, gez, gezien heb in de afgelopen vier maanden. Onder mijn is de realiteit. De realiteit is heel anders dan wat, hoe mensen zich voordoen. Want met dat kwam ik amen. Want u maakt het ook mee op uw eigen niveau, toch? Maar het gaat erom, wij als mensen worden vaak afgunstig of gunstig op mensen die het gemaakt hebben in het leven. S'ma sa meking. U shaman hebiwagi? hebi wagi. U de geweldig. Maar kan de in Amerika of in Holland de zoeking, wat om een drugs atja. Kan dat cheer schreefie. Kan dat dat op Interpol lees strefi. Maar we willen zijn als die mensen. We willen die mensen hebben als rolmodellen. We worden afgunstig, zegt de Bijbel, op booswichten. En we schrijven, ja, mensen die zijn zoals drugsdealers, corruptelingen, wittebors, criminelen, dieven, noem maar op. En let wel, let wel. Ik heb geen van ze veroordeeld. Want sommigen van ons waren dat voordat wij kwamen tot Jezus. Amen. Maar toen wij dat waren, waren we ook tot de categorie genoemd booswichten. Mensen die onheil bedachten. De hele dag. Dus daar gaat het niet om. Want de Bijbel zegt met de mate die gij veroordeelt. Zult gij veroordeeld worden. Maar het gaat erom wel dat als moreel en ethiek zo omlaag is gegaan. Dat we dit soort mensen zien als onze rolmodellen. Hm. Koning Salomo zegt dat we wijs moeten zijn in dit leven. We moeten wijs zijn. Die levenslessen van God leert ons dat we wijs moeten zijn. We moeten niet achter iedereen, achter uh, uh, alles willen aanrennen. Of, omdat allemaal mikking, Om dat je wan tikken aan man. Omdat allemaal ti ozo, dat je wan tikken aan man. Maar misschien in zijn hart is hij een booswicht. Ik praat niet over mensen die veranderd zijn. Ik praat over mensen die booswichten zijn. Mensen zitten soms in de kerk, maar zijn ook booswichten. Heer, de, 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 de praktieer maar de Amen. Wat zegt koning Salomo in spreuken 1 tot 7? Hij zegt, daar praat, hij, daar praat men over zijn spreuken, de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om wijsheid en tucht te verkrijgen, om verstandige woorden te verstaan, om tucht aan te nemen die verstandig maakt, gerechtigheid en recht. En rechtschapenheid om de onverstandige schranderheid, de jongelijke kennis en bedachtzaamheid te geven. De wijze horen en vermeerderen inzicht, en wie verstandig is, verwerven overleg om te verstaan, spreuk en beeldspraak, woorden en raadselen van wijzen. De vreze des Heeren is het begin der kennis. Let wel, de dwazen verachten wijsheid en tucht. Wat wil ik hiermee zeggen? Wij praten over Gods levenslessen over de mensheid. Of naar die mensheid toe. Wanneer wij in gezelschap willen zijn van booswichten. Maar niet God willen hebben als onze leidraad, Niet de Bijbel willen hebben. Niet het moreel ethiek van de Bijbel willen hebben als leidraad, Dan hoe gaan we schranderheid leren? Hoe gaan we kennis verwerven? Hoe gaan we wijsheid krijgen? De Bijbel zegt, de vriezen des heren is het begin van alle wijsheid. We moeten komen op die plaats. Om te gaan begrijpen dat God wil hebben dat als we hem kennen, dat we meer dan ooit wijsheid leren. Laat me dit snel zeggen. Want in deze tijd moet je dingen meer dan ooit balanceren. Niemand kan zeggen, die hier zit, ik ben beter dan een ander. Jezus, onze heiland en verlosser, is een stapje verder gegaan. Hij heeft gezegd, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Ik probeer mijn prediking in balans te houden. Omdat het doel van die prediking is om iemand tot nadenken te stemmen. Iemand te halen van de weg waar hij nu is en te brengen naar de weg van God. Iemand tot inkeer en inzicht te brengen. Dat is het doel van de prediking. En zij die God al kennen, het doel van die prediking is om je scherper te brengen, Wijzer te maken tot God, maar ook om je te vermanen, if no de ibe god apam brouja Amen. Dus het is belangrijk om te verstaan dat we wijsheid, inzicht en kennis nodig hebben. En Spreuken 24 geeft ons dat allemaal. Laten we gaan naar vers 3 tot 7. Ga ik je nog één geven? Dan denk ik dat we genoeg hebben gehad voor vandaag. Volgend week kunnen we doorgaan. De Bijbel zegt dat door wijsheid wordt een huis gebouwd. Lees met me mee. Door verstand, wat gebeurt het? Wordt het bevestigd. Door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit. Een wijsman, wat is hij? He? Hij is sterk. Een man van kennis betoont kracht. Want met overleg moet gij de strijd voeren. En de overheid ligt in veelheid van raadgevers. Onbereikbaar is de wijsheid voor een dwaas. In de poort doet hij zijn mond niet open. Ik ga deze tekst behandelen. Dan denk ik dat ik u genoeg gegeven heb. Ongeveer 40 minuten. De Bijbel zegt. Gods lieve lessen. Door wijsheid. Wordt een huis gebouwd. Het woord huis, daar kan je ook zien als door wijsheid wordt een gezin gebouwd. Door wijsheid wordt een familie gebouwd. Door wijsheid wordt een land gebouwd. Door wijsheid wordt een organisatie gebouwd. Een organisatie kan je zoveel verder nog brengen. Het kan een kerkorganisatie zijn. Het kan een werkorganisatie zijn. Het kan een voetbalorganisatie zijn. Maar de Bijbel zegt alleen door wijsheid kan je het goed bouwen. En de Bijbel zegt de vriezen des heren. is het begin van wijsheid. Dus we hebben wijsheid nodig. En liefst de wijsheid van God. Hij zegt door verstand. Wordt het bevestigd? En dat vond ik een beetje vreemd. Andra. Wijsheid wordt het gebouwd. Maar door verstand wordt het bevestigd. Dus ik dacht, wat bedoelt men met verstand? En ik ben het een beetje gaan onderzoeken. En ben tot de conclusie gekomen. Dat je huis wel kan bouwen. Maar als je geen kennis hebt van zaken. kan je die bevestigen? Laat me het makkelijk doen. Je kan een vrouw nemen. Hier heeft trouw libi. Ik trouw. Je tek misschien, koud dat nog een kerkim kan, je trouw naar een vrouwkade. Dus door wijsheid wordt het ooit bouwen, maar je snapt niets van het huwelijk. Je bent onverstandig. De Bijbel, als ik die tekst zou keren, zou zeggen: door onverstand wordt het huwelijk of het huis of die organisatie gebroken. Maar met verstand zegt de Bijbel wordt het bevestigd. Dat betekent nadat je wijsheid hebt ontvangen en je hebt het huis gebouwd, moet je jezelf blijven scholen om meer en meer te verstaan wat het huwelijk is, meer en meer te verstaan wat een kerkorganisatie is, meer en meer te verstaan wat een politieke organisatie is, meer en meer te verstaan wat een vrouwenorganisatie is, meer en meer te verstaan in een opaansani of, of niet. daar. boom. Maar voor bevestiging heb je verstand nodig, niet eens kennis. Verstand. Kennis kan je overal krijgen. Kennis heeft te maken met raadgevers. Kennis kan je bij professor Google gaan zoeken. Maar heb je inzicht? Kan je, kan je tot de conclusie komen? Of kan je onderscheiden? Heb je het onderscheidingsvermogen? Hoe je het gezin moet leiden, hoe je die kerk moet leiden, hoe je het land moet leiden. Pas wanneer je dat doet, kan je het land, kan je het gezin, kan je die kerk of kan je die organisatie bevestigen. Mag ik een amen horen? Hij zegt: door kennis, want nu ben je bevestigd, worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en lieflijk Bezit. Nu heb je inzicht en nu ga je kennis vergaren. En kennis maakt dat je naar een next level kan gaan. Maar Apostel, maar als ik al wijsheid heb en inzicht, dan heb kennis van Oro. Daarom heb ik dit. Want alle dingen zijn veranderd. A Oro denk ik, hoe is het, kloppen moord je atendie zien. Alles wat ik doe, is je COVID lero fu paisan na nga mo pay, you why snap in langaray. For Fu sim mo i weri gwa o so i siri baga. Alas ma e ba e via internet bankira. E fi den aba de, ba de bangi na ko hon ye, ya bi telefon ta me priki me payo asa ni snel. Ma you why go snap in 3 day langa rey. Inawang, inawang tek arkibu, inawang tek Connie. Je hebt wel wijsheid, vrezen deseren. Je hebt wel inzicht. is dat familie balibi, maar je tangen dat. Je bent blijven steken. Is tot toe. Is tot toe, Is mooi. Is tot de Is tot Je bent blijven steken. Mensen, blijf leren. Die wereld is veranderen. Blijf leren. Amen. Hij zegt een wijs man is sterk. Een man van kennis betoont kracht, zie je? Kracht. Wij noemen het in Suriname onder dit mom kennis mag mag. Teis habitori. Alle presie De Bijbel zegt: "Iemands talent brengt hem voor koningen." Talent en kennis ik ga samen. Amen. Hij zegt: "Wat met overleg moet je strijd voeren en de overwinning ligt in de veelheid van raadgevers." Ik geef u Gods leven lessen, raadgevers, raadgevers. Alasma van vanoudo. Hallo. Komt daar te wel hier. Alasma apasma vanoudo. Ik heb zelf ook raad nodig. Daarom heb ik de kon Malik past de lemmer aan zien. Maar pas Lantam land mijn zee. Maar zuster mijn aan zee. Mijn mevrouw aan zee. Maar, maar pas bel. Noem maar op. Leiders toch. Hoe accident rijf. Hoe denk je erover? Wat denk je? en Zo Zo leest hem je, Dan heb je ook een volk. Fouw je denk je. Amen. Amen. Maar aan de andere kant. A tegenstelling. A Bijbel Bukutaki. Onbereikbaar is wijsheid is voor een dwaas. In de poort. Doe deze mond niet open. Laat me het snel uitleggen. Laat me denken aan Sari. Wat is het man dat niet leert. Wat is het man dat niet kan. Wat is het man dat niet en Doas. Eigenlijk bij de boek van Gomorrah. Vara, wat is het man dat geen God, is een Doas. Een Doas zegt in zijn hart, is geen God. En dat is omdat hij niet aardt. In een mande. In een poort. Wanneer men praat over poort. Iemand komt op presi, Iemand op een mofo. Vroeger de de plaatsen zaten aan de poort. En de man dat heeft bepaald. ik De man dat heeft bepaald. E ik De man dat heeft van economie ook. In feite. Zij waren de beleidsmakers. Maar als je dwaas bent. Kan je, kan je mond niet open doen. Je kan wel blijven zitten. Maar in de man taki. Jobtak, tak wanneer ik sprak. Men, men, men verlangde dat ik mijn mond zou opendoen. Wanneer ik sprak, sprak niemand meer. De edelen hielden hun hand op hun mond. En dan levelde dat om door. Laten we de Heer danken voor dit soort levenslessen. Jongeling, tieners, jongvolwassenen, volwassenen en onze oudere burgers. We kunnen altijd nog leren. De Bijbel zegt: door wijsheid wordt een huis gebouwd. Door verstand wordt het bevestigd. En door kennis kan je allerlei mooie dingen in het huis zetten. Je kan overal komen, je kan alles krijgen door kennis. Mogen de Heeren u zegenen? Kunnen we de Heer een applaus geven voor zijn woord?